Nou, welkom dames en heren bij een nieuwe samenvattingsvideo van het tweede seizoen, tweede race van de kalender. We zijn hier op Silverstone met Jay op de pole position. Ja hoor, we mogen gewoon beginnen op de pole position. Ik heb vernomen dat er heel veel moeite was met de setup voor de Porsche. Hebben echt heel erg moeten struggelen. Als het goed is, hebben ze een oplossing gevonden en is de setup nu goed genoeg om een race mee uit te rijden. Namelijk vernomen dat de kwalificatie prima ging. Met de setup die ze eerst hadden. Maar dat de driver, de coureur, die had moeite met de consistency van de setup. We zijn hier ondertussen nu lekker begonnen. Gaat de Porsche de pole position houden? Het ziet er uit van wel. Hij pakt gewoon mooi de binnenkant van de eerste bocht. En maakt zich letterlijk alvast klaar voor Maggots Beckets. En Chapel, is dat het juiste woord? De laatste bocht van Maggots Beckets. Gewoon die combinatiebochten. Ik ben niet Brits, ik weet het allemaal niet 100%. De Porsche gaat hier gewoon niet wijd. Gaat in één keer meteen naar de linkerkant. Of je daar tijd mee wint of verliest, dat is nog maar de vraag natuurlijk. Tot nu toe prima eerste sector. Het lijkt er ook op dat de Porsche meteen al best wel een gat slaat. Tussen de 1 en 2. Kijk, wat een gat, jongen. Op de leaderboard staat een halve seconde. Maar ik denk dat dat wel geüpdate mag worden naar 1 of 1,5 misschien wel. En dit is nog niet eens de eerste volle lap. We hebben nu 1,5 sector gehad. Ik denk dat ze wel een oplossing hebben gevonden met de setup, want als ik het zo zie. Hier, een gat van 2,1 seconden op de Aston Martin. In de eerste lap. Dit gaat een bijzondere race worden als ik het zo zie. 2,1 seconde. Hier benut de Porsche dan toch niet de hele ruimte. Hier net over de lijn. Of dat een track limit is of niet. Kan ik niet zien. Rechtsonder. Heeft een lap time van 2,14 seconden. 2,14,7. Een gat van 3,3 seconden. Na één lap. Hier benut de Porsche dan weer wel ruimte. We zijn hier nu al op lap 5. En het gat is al 20,7 seconden. Ik weet niet wat zij met die Porsche gedaan. Oh, en een overstuurmomentje van de Porsche. Pakt het heel goed op hoor. Hervat de race nog redelijk snel. Het wordt gegund, het wordt gegund. Wat ik bedoel, die 20,7 seconden, dat is... Dat rijdt die Aston Martin niet zomaar dicht. Dan zou de Porsche nog veel meer moeten spinnen. Ik ben ook benieuwd of we dat vaker gaan zien. Of dat dit gewoon een enkel momentje was. Deze footage laat ons ook gewoon niet meer ervan zien. Is wel gewoon veel tijd verloren met die spin. Maar ja, hier zijn we dan weer 8 laps. Niet 8 laps verder, maar we zijn nu op
de 9e lap. At the moment, 8 laps gehad. Kijken wat de delta nu is. Aan boord. Heeft gewoon een paar slappen. Fastest lap, you've just done a 204.95. Kijk, echt mooi over de boordradio te horen dat hij flink de snelste tijd heeft neergezet. Een 2.04. Daar zal de coureur Jay heel blij mee zijn. Ja, nee, ik vind het even raar om het zo in de derde persoon te zeggen, jongens. Zo, de Porsche is wel echt flink aan het stuiten, hoor. Zo. Het is dat dit een spelletje was, anders had ik medelijden met de coureur. Potverdikkie, hé. Je ziet namelijk ook tegenwoordig nu met de Formule 1 seizoen van 2022, weet je. Met de auto's. Dat sommige flink aan het zuiteren zijn, vooral de Mercedes'en en de Ferraris. De Ferraris kunnen er blijkbaar prima mee rijden. Die hebben, I guess... die trotseren dat gewoon. Maar Mercedes-coureurs zijn wel aan het zeiken erover. Dus ja. Lijkt me ook helemaal niet comfortabel om in een auto te zitten die de hele tijd op en neer aan het stuiteren is. Slecht voor je nek en zo. Misschien wel een beetje hersenschade. Zo, we zijn nu op... de 10e lap, we gaan de pitstop in. Gewoon een gat van 26.6 seconden is gewoon bijna een gratis pitstop. Zo te zien ziet de pitstop er best wel redelijk netjes uit. Je krijgt niet zeg maar dat klippen van als je zeg maar net niet goed in je vak staat, dat hij dan de auto zeg maar recht zet. Is zo te zien niet van toepassing, dus daar dat scheelt ook alweer een hele seconde natuurlijk, hè. Daar hebben we de verschrikkelijke Honda uit de pitstraat. Ja, het Honda team die heeft het niet zo met de Porsche. Of eigenlijk andersom. Het Porsche team heeft het absoluut niet met de Honda. Maar ja, al hebben we Monza gezien. Dat was inderdaad... heel gevaarlijk. Midden in een exit gaan remmen. Terwijl er een Porsche met hoge snelheid achter je aan komt. Ja, dat is levensgevaarlijk. Levensgevaarlijk voor de Porsche om vol aan de achterkant van een andere auto te klappen natuurlijk. Maar natuurlijk ook voor de Honda zelf. Want als je een auto met, weet ik niet hoeveel kilometer per uur in de geschoten. Ja, dan word je zelf ook niet blij van. Hier dan. Het is een blauwe vlag scenario, dus hij hoort de Porsche ook gewoon langs te laten. Zo te zien gaat het ook best wel netjes. Het leek er hier ook wel op alsof hij bijna uitbrak, hoor. Ik wil niet zeggen dat de Porsche op het limiet aan het rijden is.
Maar weet je, soms lijkt het er wel heel erg op. Sowieso, de Porsche is een best lastige auto om te rijden. De Porsche is heel erg setup. That's half distance. Should be about 22 minutes of fuel remaining. En het is heel erg setup dependable, de auto. Zo te horen zijn we halverwege de race. Worden er in totaal dus 26 laps ongeveer. Ja, dat er zoveel ruimte tussen zit. Als ik het ook zo zie, zit er ook heel veel ruimte tussen alle andere auto's. Tussen de Mercedes en de Aston Martin zat net gewoon ook iets van 15, 12 seconden, toch? En tussen de BMW en de Lamborghini ook gewoon 20. Oeh, dat was ook weer bijna een overstuurmomentje. Dit is toch wel een lastig stukje voor de Porsche. Die high-speed corner naar links. Hier, nieuwe blauwe vlag scenario's. Wanneer gaat de Nissan de Porsche er langs laten? Nou, niet hier in ieder geval. Want de Porsche gaat hier een beetje van de lijn af. Oh, gaat hier gewoon door het gras heen. Heeft op die manier wel lekker de plek. Pakte, wilde waarschijnlijk de binnenkant pakken. Ging iets te veel naar de binnenkant. Pakte het gras. Maar de Porsche is er langs. Beste lap 2.04. Laatste lap was een 2.05.6. Tussen de BMW en Lamborghini 14.9 seconden. Tussen de Lamborghini en de Nissan 15.6 seconden. Tussen de Mercedes en Aston Martin de 3 en 4 21.8 seconden. Wat een gaten. Tussen de Bentley en Ferrari 22.6 seconden. Ondertussen probeert de Porsche de langste gaan. Maar zo te zien, de Bentley die wil het niet. Die gaat gewoon niet aan de kant. Heeft een blauwe vlag, maar wil de Porsche er niet langs laten. Want zo te zien was hij zijn plek aan het verdedigen. What the fuck is that white Bentley thinking, man? Frustratie bij de Porsche. Via de boordradio. Ik snap het aan de ene kant wel. Kijk, het begon natuurlijk dat de Bentley van de binnenkant pakte van de damage report. Okay, car looks fine, no significant damage. Logisch dat hij vraagt voor een schaderapportage van de auto. Want je wil natuurlijk niet dat je auto gaat lijden daaronder. Dat de aerodynamica ervoor zorgt dat je gewoon slomer gaat. Want dan kunnen de 2 en 3 heel misschien nog inhalen, want de race is nog best lang. Al zijn we op de 17, dan hebben we nog een, ja, ik denk 20 minuten. Zoiets. Daar kan nog van alles gebeuren. Ondertussen van de baan af. Niet zo goed, weet niet zo goed wat daar gebeurde. Op de achtergrond was net een witte vlag. Dat zal voor de Porsche waarschijnlijk zijn. Hier. Aan boord. De Nissan die remde een beetje. Ik denk dat de Porsche daar een beetje van verschoot. En op die manier... Oh, kijk, het was gewoon weer overstuur. De Porsche krijgt gewoon meer overstuur, alweer. Het is zonde. Hier nu een lap verder. Zelfde punt. Gaat hij er nu wel langs. Ja, clean. Heel veel ruimte genomen, waarschijnlijk voor de zekerheid. Heel clean gedaan.
Maar ja, op de Bentley daar ook nog meer overstuur, volgens mij. Ik zag dat die kont zeg maar weer naar de andere kant toe ging. Want het leek niet alsof hij overstuur had, maar... Volgens mij was het ook niet overstuur, alweer. Maar nee, gaat de Bentley een penalty krijgen voor het niet langslaten van de Porsche? Want hij nam een soort van een verdedigende lijn. Hij pakte gewoon de binnenkant van die ene bocht. Terwijl die gewoon achter de Porsche had kunnen eindigen. Hier, tweede pitstop. Lekker met de lampjes knipperen. Dat is fun. Dat is gewoon fun. Benieuwd of deze... Ja, oh, deze is ook gewoon goed gegaan. Het staat wel een beetje scheef hoor, de Porsche. Weer. En de Nissan, oei, de Nissan die eindigt gewoon voor de Porsche. Hoe is het mogelijk? Heeft de Porsche ervoor gekozen om zijn auto, om de auto te laten repareren of zo? Ik denk het wel. Daarmee eindigt hij toch weer onder de Nissan. Achter de Nissan. Toch, weet je, met de lap times die rijdt, er zit een gat tussen de Porsche en de nummer 2 van 31,8 seconden. Dat is heel veel. Ja, zoals je hier kan zien, de Porsche die had hem dus afgelopen. Rent die wel heel laat. Ik denk dat de Porsche ook gewoon zo snel mogelijk langs die witte Bentley moet gaan. Anders wekt dat alleen maar meer frustratie op natuurlijk. Het kan wat grote gevolgen hebben. Want met zo'n gat tussen de nummer 1 en 2 is het eigenlijk gewoon cruisen. Het is gewoon cruisen consistent blijven rijden. Want gaan ze dat gat dichtrijden? Met heel veel moeite, dan moeten ze flink pushen. Maar de Porsche, die moet in cruise mode gaan. Maar met blauwe vlaggen om je oren, gaat dat heel lastig. Zo te zien gaat de Bentley nu wel aan de kant, gelukkig voor de Porsche. Dus de Porsche is er langs, heeft weer vrije ruimte. Vrije lucht. En kan dus gewoon weer op cruise control rijden. Er zit een gat van 49,5 seconden tussen de 911 Porsche en de McLaren, de nummer 9 en 10. Steeds beste lap 2.04.9. Laatste lap was een 3.11. Die moet wel zijn schade hebben gerepareerd. Maar dat heeft hem dus gewoon 10 seconden opgeleverd. We zijn hier op lap 23. Daar is de Honda weer. De Porsche en de Honda die liggen elkaar echt absoluut niet. Oh, en weer een overstuurmomentje. Maar dit keer niet door Jay, maar door Tyson Macy. Oh god. Pakt het ook weer goed op. Er zit toch een gat van 33,6 seconden. Zo'n fout is niet eens erg.
Want het is geen cruciaal moment in de race. Gaan we hier de boordcamera te zien. Ja, oh, en daar ging hij. Ja, hij brak uit. Hij brak gewoon uit, de Porsche. Zonde, heel zonde. Zo te zien zijn de banden daarom ook lekker warm geworden. The incident's clear, green flag. Ik krijg te horen dat het een groene vlag is. Ja, het is zonde van de banden. De banden zijn natuurlijk nu gloeiend heet. We zijn nu op lap 24. Pakt een beetje gras mee. Zorgt ervoor dat de auto onstabiel raakt. Maar heeft het gelukkig goed gecorrigeerd. Met nummer 122. Come on Jay, just 5 minutes left. Hold your nerve, we can win this. Your tire temperatures look good. Ja, ik dacht weer voor het radio te horen dat het nog 5 minuten te gaan is. Dat alles er goed uitziet. Voor de Porsche. Zojuist ook mooi clean de Honda ingehaald met een wegstukje. Geen problemen meer. De Porsche hoeft het gewoon lekker uit te rijden. Het is echt een soepele race. Tot nu toe. Geen hele grootschalige incidenten. Of momentjes. Er zijn 3 overstuurmomenten ongeveer. Die zeg maar leiden tot spinnen. Waren nog wel wat meer, maar die waren ook wel opgepakt. Met onstabiele momentjes. Die zijn onvermijdelijk in een race. Iedereen gaat geheid dat soort momentjes krijgen. Het gaat er gewoon om of je ze corrigeert en oppakt. En gewoon kan doorrijden. Fouten maken is niet erg. Het gaat erom of je ze gewoon oplost. Hier de... Het is een Lamborghini. De nummer 24 die laat de Porsche er netjes langs. Was eigenlijk aan het vechten natuurlijk met de Ferrari en McLaren. Het geeft gewoon zijn plek op. Voor een veilige race. Porsche nadert de Ferrari en de McLaren. Ze krijgen de blauwe vlag. Gaat de Ferrari ze hem weer langs laten? Ik denk dat de Ferrari hem wel langs wilde laten, maar de Porsche het toch niet veilig vond om in te halen. Waarom ook niet, weet je. Beter veilig inhalen dan... Dan een poging doen en dan hetzelfde krijgen als wat er met de Bentley gebeurde. Dat er een soort van miscommunicatie komt en dat de Porsche letterlijk moet vechten voor een blauwe vlag. Knippert met de lichten en laat zien dat hij er langs wil. Maar de Ferrari die knijpt de Porsche wel een beetje af. De Porsche wilde aan de buitenkant komen en de Ferrari die... dezelfde kant op. Al was ik de coureur, had ik nu ook gewoon gezegd, weet je, ik blijf gewoon lekker achter die Ferrari rijden. En ik accepteer de eerste plek. Is hier dan toch langs de Ferrari? We zijn trouwens op de allerlaatste lap, bedenk ik me nu. Gaat hij de McLaren met de blauwe vlag nog inhalen? Het kan, als hij de opportunity voor krijgt, dan gaat hij dat zeker wel doen. Maar of hij die krijgt? Nou, misschien niet. Is dat erg? Absoluut zeker niet. Oh kijk, hij gaat er toch wel langs. Kijk eens aan.
Oh, de McLaren pakt de binnenkant. Gevaarlijk, gevaarlijke situatie. En dit is dan. Dit was dan de allerlaatste lap. Let's fucking go, guys. Holy shit. Nice one, Jay. Great win. You deserve that today. De blijheid via de boordradio van de Porsche. Dived de grindbak ook gewoon in. En daar staat hij dan, hoor. De winnaar van de Silverstone Grand Prix. Northern Wolf in Motorsports. Gewoon een podium. En niet zomaar een podium. Nee, het is ook gewoon nummer 1. Echt, wat een geweldige race, dames en heren. Nou, ik wil jullie heel graag bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je het een leuke video? Laat dan alsjeblieft een like achter. Subscribe en laat in de comments weten hoe ik wat ik moet veranderen aan deze video's. Geef mij feedback, please. Give me some feedback, alright? So, with all that said, you know. Check ook al mijn andere video's natuurlijk op YouTube. Volg me ook op Twitch en op Instagram en al dat soort meuk. En dan zie ik jullie bij de volgende race. En die is op Paul Ricard. So stay tuned for that, boys. Later.